Fuck, dat was nu ook niet de bedoeling. Ik heb die ergens tussen de struiken gegooid. Shit. Ah, hier. Ik heb ze. Ik haat school. Ik ben je grootste nachtmerrie. Aardappelen. Wie zet jij? Ik ben Peter. En wat komt jij doen? Ik aai een krokodil. What the fuck? Wacht. Yo mensen van Mr. Holmes, ik ben hier met een nieuwe video. En ja, het was iets anders om deze video eens te starten. Ik vond het wel iets tof. Als jullie het ook tof vonden, laat het hier beneden weten in de reacties. Want ik vond het eigenlijk wel tof. En ja, ik denk dat jullie het ook wel grappig zouden vinden. Maar laten we nu eens kijken wat er op die stick juist stond. Dus ja. Oké, ja, zoals jullie gezien hebben aan de titel, ga ik op oude video's reageren. Dus ja, laten we beginnen met de eerste video. Dat is dus een video dat ik samen met Lucas heb opgenomen. We wilden zo'n greenscreen testen en zo het weerbericht presenteren. Dus laten we kijken naar de eerste video. Hallo allemaal. Hallo. Hier zijn we met het weerbericht. Hier is het heel zonnig. Zonnig. En het is 27 graden. Dus in dit gebied zo is het 27 graden. Stel je voor mensen, dat de echte mensen van het weerbericht zo naakt staan, zo echt zo naakt, zo... hier is het 27 graden en hier is het zonnig en... What the fuck? Ja, de volgende video is eentje van mij. Het lijkt of dat ik daar een geweer vast houd, dus ja, laten we eens kijken. Wow, op het einde vertraagd. Mooi. Oké, de volgende is dus nog eentje van Lucas. We hadden zo'n greenscreen proberen en deze muur wou ik dus gebruiken. Maar omdat mijn licht gewoon slecht was, lukte dat hier niet echt. En daardoor heb ik dus ook een softbox gekocht. Maar toen had ik dat nog niet en was ik eigenlijk nog niet zo professioneel bezig. Dus ben ik maar in Koos zijn kamer geweest. Daar heeft hij een blauwe muur. Maar dat werkte ook niet zo goed, want ja, kijk zelf maar. Je ziet ook zo, Lucas is zo bruin. En ja, allemaal spikkeltjes en zo. Dus dat werkte echt niet zo goed. En wat naar James Bond veranderen. Oh, pas op, een granaat. Lucas, opletten. Opletten. En hij zit daar ook gewoon zomaar. Een bom. Wow. Ja, de volgende is wel nog cool. Allee, ik vond dat toen cool. Nu vind ik dat iets minder. Het is ook niet perfect. Laten we kijken. Ik kan gewoon vliegen. Je ziet dat ik zo geknipt heb en ja, je ziet zo een sterretje daar zo, dus het is niet helemaal perfect, maar het kan er wel door. Ja, de volgende is wel nog een coole. Ik hield mij zo vroeger zo al een klein beetje bezig met zo effecten en zo.
En toen had ik zo'n video gemaakt met zo, ik weet zelf niet, zoiets, een Lego stokje of zo, of ik denk dat het zelf een potlood was of zo. En daarmee zwaaide ik zo en had ik daar een effect van Harry Potter op gezet. Dus laten we maar ook eens kijken. Die kwaliteit is ook super goed. Maar dat vond ik nog zot. Zo, die lens flare, dat was, ik vond dat wel nog cool. Dus oké. Dat gaat er nog door. Maar dan heb ik hier een tekstfoldertje. En ik weet niet wat daarin staat, dus laten we ook maar eens kijken zeker. Oh nee. Dat is dus de link naar mijn oude YouTube kanaal. En ik zal er ook maar eens naar gaan kijken zeker. We zijn dus op mijn oude YouTube kanaal. Het heette Yellow Boys. Sommige mensen kennen dat misschien nog van vroeger, want ja, vrienden van mij kennen dat waarschijnlijk nog. En ik was daar eigenlijk wel trots over, maar ik had maar 16 abonnees en niet zoveel likes. Maar laten we nu maar eens kijken naar mijn eerste video op mijn oude kanaal. Hey YouTubers, hallo. Ik heb een nieuwe... Ik weet dat nog. Die tekst die hier staat, zo Cyberlink, Power Director en de rest zo. Ik had zo'n bewerkingsprogramma, maar dat was zo de 30 dagen versie. En na die 30 dagen kon ik geen video's meer maken, dus had ik maar 3 video's op dit kanaal en is dat eigenlijk gewoon doodgegaan. Maar dat kwam altijd zo erop, omdat dat maar een 30 dagen gratis versie was, dus dat was lelijk. Ik heb een nieuwe video voor dit kanaal. Wauw. En ja, denk ik. Ik weet het niet. Ja, hoe kan ik dat nu weten? Dus we gaan er aan beginnen aan de video zeker? Misschien best wel. Dus, here we go. Let's go. Green screen. Zoals, ik kan dit. Allemaal spikkeltjes op mijn lijf zo. Goed bezig, Jelle. Goed bezig. Ik zal even nadenken. Wat moet ik nu doen? En dit? Wow. Een vliegtuig uit mijn hoofd. Cool. Wauw. En nog een paar dingen die ik ga doen. Oei, het was de verkeerde kant. En dit? Ja, dat vond ik wel nog stoer, want dat is zo ja, gewoon een foto en dan kon ik mijn gezicht plakken in de meest bekeken video van de wereld en dat vond ik wel nog zot, maar nu niet echt. Dat is ook zo weer zo ongemakkelijk. Zo van, wat moet ik nu doen? En dit? Sneeuw. Mooi. Mooi. Echt. Mooi. Sneeuwballengevecht! Wow. Oh. Dat weet ik nog. En dit? Ja, fuck dat. Ja, dit was dus de video. Vonden jullie deze video leuk? Druk dan op dat blauw duimpje. Laat die beneden een reactie achter. Of jullie deze video nu leuk vonden. En of jullie meer van die sketches willen in het begin van de video's. Dan zal ik dat zeker maken voor jullie, want ik vind dat echt wel tof. Dus hopelijk vinden jullie dat ook wel leuk. Dat denk ik wel hoor. En als je nieuw bent, abonneer dan zeker op ons kanaal. En dan zeg ik alleen nog maar één ding. Ciao!